shit i forgot my glasses <laughs> i can read it i can tr give it a try but it's um, it's in dutch all right <laughs> salam salam alaikum, terrorist Hoewel ik mij afvraag of deze vredesgroet voor u sadistisch wanschepsel nog enige betekenis heeft, groet en schrijf ik degene die zich aangesproken voelt. Hij die zegt, nee, ik ben geen terrorist, ik strijd voor vrijheid en tegen onrecht, hem neem ik te zijner tijd apart voor een indringend langmoedig gesprek. Korantaal is u kennelijk te hoog gegrepen. U bent een slechte, boze verstaander. U snapt er geen snars van. En daarom schrijf ik u deze brief in een jargon dat u hopelijk wel zult begrijpen. Nu, lang heb ik gedragen en verdragen, lang heb ik gezwegen. Zwijgen is mijn vak, zeker. Het past mij als geen ander. Maar vandaag verbreek ik deze stilte. Ook aan stilzwijgen kleeft een grens, zelfs voor mij, de schepper der hemelen. Oké. Okay. Mm -hmm. Het kan zo niet langer, het loopt de spuigaten uit. Ik moet me uitspreken en beschuldig u en wijs u aan met een trillende vinger. Ik ben de onophoudelijke smaad en laster aan mijn adres, spuugzat. Nee, ik heb het hier niet over de beledigingen en de guitige spotternijen of anderszins godkritiek door het legertje comedianten, atheïsten, cartoonisten en andere lolbroeken. Nee, zij boeien mij niet. Hun meer of minder ernstig bedoelde aanvallen vind ik in het beste geval aardig, maar vaker slaapwekkend, wat niet onaangenaam is. Nee, volstrekt onacceptabel is het feit dat keer op keer mijn goedheilige naam wordt beklad en besmeurd met het slijk van barbarij. Ik doel hier op al die godgeklaagde bommen en granaten die u meent te mogen ontsteken en daarbij dan mijn naam, Allahu Akbar, in koeienletters te beleggen. Dit is de grootst denkbare godlastig. Resulterend bovendien in de bloedigste Ramadan sinds mensenheugenis. U moet zich schamen. Er zijn lieden die mij Jezus noemen. Anderen Yahweh of Allah. Weer anderen zien in mij een toornige huistiran, olifant, boom of een kale dikbuik. Ik vind alles best. Ik, uh, ik ben wie ik ben. Noem mij gewoon God. Of natuur. Dat scheelt een hoop verwarring. En ik weet dat dat velen om deze brief zullen ginnegappen, daar zij mij al lang dood hebben verklaard. Zoals bekend schreef ik lang geleden een monumentaal boek. Resultaat van diep goddelijke ingeving. Een compleet handboek. Alles staat erin. Een werk dat zich kan meten met de mooiste poëzie uit mensenheugenis. Een opus dat bedoeld was om u, verdwaald flutgerut. Tot hogere hoogte te brengen, tot ver buiten uw kleine ik. Echt hè? Mijn werk liet zich schandalig vaak presenteren als van banale moorddadige oorsprong. Dus daar verschijnt ineens de man met de bom. Hij is boos. Hij is wanhopig. Hij is in de war. Hij zint op wraak. Sput het wat priesterlijke woorden over het mythische belang van mijn dichtkunst. En mijn oppergezand Mohammed, over de verheven plaats daarvan in het morgenland, gooit er een bak obscure rites tegenaan, brult mijn naam en werpt zichzelf tenslotte met springstof in een kluit van een van mijn meest vernuftigste creaties, de mens. Maar geen van jullie, beul nog godsoldaat rechter nog democratisch gekozen leider, geen van jullie heeft het snippertje recht om welk van mijn producten te vermorzelen of ook maar te verminken. Hun ziel is mijn ziel. Hun pijn is mijn pijn. Nog misselijker wordt het wanneer het bloedige resultaat als een lotsbestemming of een hogere gave aan de man wordt gebracht, doodernstig en smetteloos. In gedachten zien deze bloedhonden zichzelf al laven in mijn tuinen vol wijnen en wijven. Een godspe. En ik, ikzelf mag intussen in stemmen toekijken, genoegelijk kwijlend in mijn baard. Nee, jongens, zo zijn wij niet getrouwd. Haat verteert me. Ik, ik ben zo weergaloos verliefd op het leven, op het universum, de wolken en de wormen. Mijn schitterende schepping op alles wat daarin aan voortreffelijks en onbegrijpelijks aanwezig is. Dat alles wat zich als dik en verwoestend presenteert een opportunistische vulgaire windgenererende gangsterbende is. Een door de duvel ingeblazen zwijnenzooi, rijp voor het grillrooster. En natuurlijk, door de eeuwen heen zijn legio redenen bedacht om te moorden en te plunderen. Of te strijden voor het landsbelang, de democratie, het kalifaat, zelfverdediging, revolutie, triomf van het proletariaat. Het is allemaal mist. De doodstraf, lijfstraffen voor zogenaamde ketters, moord op geesteszieken, censuur, boekverbrandingen, het opjagen van hoerenlopers, Utrechtenaren, vrouwen en mannen van lichte zeden en wat niet al. Het zijn uw dwalingen. En uw strapatsen. Niet de mijne. Laat ik het zo zeggen. Indien het hel er wel zou zijn voor de kalasnikovs en de bommenwerpers. Maar niet voor het teerhartige knapenstel dat hand in hand door dat rozenperkje wandelt. Dan ben ik een ongediplomeerde slager zonder verblijfsvergunning. Een illegale Allah. Zal u nog iets verklappen? Van Nietzsche tot Alma van Marx tot Galilei, van Diderot tot Sappa, ze, ze zitten hier allemaal gezellig te borrelen en te schaken bij een knapperend haardvuur. En ik, ik ben hun vrolijke butler. En ieders geringste stukje teennagel heb ik meer lief dan uw complete legers. Met of zonder baard. Alla akbar! Jawel, ik ben groot. Grandioos groot. Maar niet in de betekenis van uw guppenbrein. Ik ben groot omdat ik alles ben. Omdat ik alles vervat. In het kleinste sprietje, in het kleinste spinnetje. En dat moest u diep nederig stemmen. Uw hooggestemde hygiëne en zelfverheffing heb ik niet nodig. Ooit, ooit liet ik een scheet en ik dacht dat het goed was. Maar ook mijn schepen, eerlijk is eerlijk, kunnen flink stinken. U bent het levende bewijs. Het koninkrijk gods, of zoals u wil, het kalifaat gods, is niet hier bij mij, maar daar bij u. De grond onder uw voeten. Daarbuiten heerst duisternis. Daarbuiten vriest het. Daarbuiten stinkt het naar kadavers. Dus nogmaals. Stop met de slachten in mijn naam, in Gods naam. Ik heb hier part nog deel aan. De rest van de rekening volgt later. Met de hoogste minachting, Allah.